In deze video ga ik je vertellen of het nou wel of niet belangrijk is om een goed domeinnaam te hebben voor de zoekmachineoptimalisatie. Dus of het echt telt wanneer jij een goed domeinnaam hebt om hoger in de zoekmachines te komen. Nou, het antwoord daarop is heel simpel. Ja, het is gigantisch belangrijk hoe jouw, als jij echt jouw domeinnaam wil gebruiken voor zoekmachineoptimalisatie, om daar goed over na te denken van tevoren. Bijna altijd, en dan heb ik het bijvoorbeeld over twee zoekwoorden. Als je bijvoorbeeld hebt leren hardlopen, dan is de kans als lerenhardlopen.nl als die bestaat. En als er ook een beetje tekst op staat, dat die op nummer 1 staat. Of veel afvallen of wat dan ook. Dus ik kan wel een keer zoeken. En dus de eerste keer dat ik hierop zoek, dus ik weet het. Wat zei ik nou net? Leren hardlopen? Of leren hardlopen? Ik denk niet dat die op nummer 1 staat hoor. Nee, dat is hardloopschema.nl. Nou, hier zie je wel dus leren hardlopen. Zie je dus dat, even kijken, dit is nummer 1, dit is nummer 2, dit is nummer 3 en leren hardlopen staat op nummer 4. En dit is ongetwijfeld niet een hele uitgebreide website, alleen omdat hun domeinnaam lerenhardlopen.nl is, wordt die gewoon hoger in de zoekmachines geplaatst. Heel vaak nummer 1. Maar nu moet je concurreren met hardloopschema.nl en twee keer zie je leren.nl. Wat zij natuurlijk hartstikke goed doen. Maar je staat dus op de eerste pagina. Ik kan wel een keer kijken op die website. Nou, je ziet inderdaad, het is een hele simpele kleine website met een heel klein stukje tekst. En een aantal linkjes hier. Maar ja, wel op niet nummer 1, maar op de eerste plek in Google. Op de eerste pagina in Google. Als je bijvoorbeeld zoekt op goedkope hypotheek. Ik weet niet of het werkt hoor. Nee, goedkope. Nou, vliegticket noemen we dat wel. Tickets, dan is het best wel. Nou, weer cheaptickets.nl, dat is natuurlijk een vertaling. En hier heb je goedkoopste vliegtickets.nl en hier goedkope streepje vliegtickets.nl. Dus hier ook weer. Je hebt nummer 1 is cheaptickets.nl en nummer 2, dus dat doen ze hartstikke goed. Nummer 3 en op nummer 4 heb je goedkoopste vliegtickets.nl. Ik had goedkope vliegtickets.nl. Toch of niet? Goedkope vliegtickets.nl. Ja. En hier ook weer. Maar dat is dom, want ik heb het hier aan elkaar. Dat klopt natuurlijk niet. Als ik met een spaatje ertussen doe, excuses. En je gaat weer opnieuw zoeken. Dan zie je dus nou, eigenlijk een beetje hetzelfde resultaat. Nummer 1 cheap tickets. Nummer 2 cheap tickets. Nummer 3 vliegwinkel. Nummer 4 heb je goedkoopste vliegtickets.nl. Nou, dus niet 100% overeen komt het overeen met die zoekopdracht die ik net gaf. Maar als je doorgaat naar beneden. Even kijken. Nee, niet. Hier zie je niet goedkope vliegtickets. Bij het vorige resultaat wel. Maar hier ook weer op de eerste pagina. Komt niet 100% overeen. Hier, bij die andere is goedkoopste vliegtickets. En ik zal zo meteen nog een tip geven. Nou, hier zie je dus als je zoekt op goedkoopste vliegtickets, staat die alweer op nummertje 1. Dus het is heel erg belangrijk om goed na te denken over je domeinnaam. Nou, de tip die ik je wil geven. Als jij bijvoorbeeld 5 zoekwoorden hebt waar je heel hoog op wil scoren, is het een idee om zeg maar die 5 domeinnamen te claimen. En als die domeinnamen al weg zijn, dan zou je kunnen kijken naar bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld vliegtickets.nl zou willen hebben, nou ja, dat is natuurlijk logisch als die al weg is. Maar dan kun je kijken, oké, waar wat nog meer opgezocht, waar wat veel opgezocht, nou misschien wel goedkoopste vliegtickets. En dan gewoon het domeinnaam gewoon registreren. En dan vervolgens daar wat content op zetten, dus wat teksten op zetten. En de kans is redelijk aanwezig dat je op de eerste plek in Google komt. Dus dat raad ik je zeker aan. En het is ook zeker belangrijk als je bijvoorbeeld met Google AdWords gaat werken. Dan heb je sowieso een hele relevante domeinnaam, waardoor je kwaliteitsscore weer omhoog gaat. Dus het is heel erg belangrijk om omhoog te ranken in Google. En daarmee kan een goed domeinnaam kan zeker helpen. Dus dat is mijn tip voor vandaag om goed na te denken over het domeinnaam wat je gaat gebruiken wanneer je hoog wilt scoren in Google. Dus dat was de tip en alle succes. Doei!